De familie in het zand keek wel een beetje vreemd op toen ze 2 weken geleden de krant uit de brievenbus wilden halen. Daarbij werden ze geconfronteerd met onverwachte huisvredebreuk. Een vreemde gewaarwording is het wel, zo'n ongenode gast in de brievenbus. Tje en Noortje in het zand wisten niet wat ze zagen toen ze enkele weken geleden de post uit de brievenbus wilden halen. Een ijverige koolmees had hun brievenbus uitgekozen als onderkomen voor een nest waarin het vogel-echtpaar inmiddels een stel jongen aan het grootbrengen is. Aanvankelijk is nog geprobeerd het bouwen van het nest te beletten door het aangevoerde materiaal te verwijderen, maar de vogels gaven zich niet zo gauw gewonnen. Telkens weer begonnen ze opnieuw een nest te bouwen in de brievenbus, totdat Tju en Noor besloten de mezen dan maar onderdak te verlenen. Maar lastig is het wel, want de postbode moet natuurlijk wel even geïnstrueerd worden over de nieuw ontstaande situatie. En uiteraard moeten de rechtmatige bewoners van dit pand nu telkens de deur uit om de post op te halen. Maar leuk is het natuurlijk wel. De eitjes zijn inmiddels uitgebroed door de vogels en ze hebben het natuurlijk verschrikkelijk druk met het aanvoeren van voedsel voor de kleintjes. Binnen is intussen een soort kijkkastje ontstaan. Als de klep van de brievenbus wordt geopend, kunnen de jonge meisjes bewonderd worden. En zeg nou zelf, dat is toch wel de moeite waard, toch? Maar of de koolmezen volgend voorjaar weer een kans krijgen op de Londenberglaan in Lottum, dat valt te betwijfelen.